Kom, Adriaansen had gelijk. Een goed renpaard is nog geen goede ruiter. Ja. Ruud Gullit en Marco van Basten waren betere voetballers, maar jij bent een betere trainer. Ja. Jouw trainerscarrière is pas compleet in de Eredivisie. Ja. En Helmond Sport heeft best wat te zoeken in de Eredivisie. Ja. Nou, dat zijn duidelijke antwoorden. Praten we dadelijk over verder. Thijs, is het eigenlijk geen wonder dat Erik Meijers een trainer is geworden in het betaald voetbal? Ja, vast wel. Maar die eerste vier antwoorden heb ik al. Heerlijk. Zo'n trainer die ambitie durft uit te spreken. Zeker een wonder. Als je zo lang in het amateurvoetbal actief bent en dan nog die stap maakt, dat komt niet zo heel vaak voor. Nee, want eerlijk, dat je lang in het amateurvoetbal actief bent geweest is niet zo bijzonder, maar dat je geen achtergrond hebt als topvoetballer, dat heeft het voor jou zo moeilijk gemaakt om in het betaald voetbal terecht te komen. Ja, dat blijkt. Dat is gewoon onze wereld. Als je zelf een topvoetballer bent geweest, dan is de stap wat makkelijker te zetten. Ik heb de weg van de geleidelijkheid weten te bewandelen. En dat heb ik denk ik naar alle tevredenheid gedaan. En vandaar dat op een gegeven moment dit op je pad komt. Ja, en dan hoef je niet lang te twijfelen. Ja, op je cv staat een algeheel kampioenschap bij de amateurs met Achilles. Dat was natuurlijk een van de hoogtepunten in je carrière. Toen zag het voetbalwereldje van nou, hij kon misschien geen bal recht vooruit schoppen. Maar als trainer doet hij het uitstekend. Maar je hebt wel heel wat weerstand ondervonden, hè, voordat je uiteindelijk betaald voetbaltrainer kon worden. Ja, goed. Het gungehalte speelt natuurlijk ook altijd een rol. En je weet nooit wanneer het op je pad komt. Maar goed, daarbij heb ik zelf ook nog wel redelijk tegen een bal weten te schoppen. Want ik heb het zelfs tot het Nederlands zaalvoetbalteam gehaald. Alleen zelf helaas geen betaald voetbal gespeeld. Maar goed, mijn vader is een heel zaalvoetbalspeler geweest. Mijn oom en mijn broer hebben 20 jaar betaald voetbal gespeeld. Dus ik kom wel degelijk uit een betaald voetbalnest. Jawel, ik chargeer een beetje. Omdat we net bijvoorbeeld ook de namen Ruud Gullit en Marco van Basten noemden. Erkende topvoetballers die gelijk alle kansen kregen als trainers. In Ruud Gullit werd het een mislukking. Bij Marco van Basten moeten we het nog maar afwachten. En jij zegt volmondig, ik ben een betere trainer. Ja, nou goed, kijk, met alle respect, Ruud Gullit en Marco van Basten zijn natuurlijk twee geweldige voetballers geweest. Die lichting heeft denk ik een grote fout gemaakt van 88 door al gelijk de eerste viool te willen spelen in Nederland. Door bondscoach te zijn of gewoon gelijk als eredivisietrainer te fungeren. Ja, en ook trainer zijn is een vak. En daar moet je in groeien. En hoe groter je rugbagage is, hoe beter je voor de dag kan komen. En gelukkig heeft Marco nu de weg van de geleidelijkheid bewandeld en is nu trainer van Heerenveen. En zal met het jaar een betere trainer worden. Ja, kun je eens aangeven wat je hebt moeten doen om trainer in betaald voetbal te worden? Want je moet je diploma's hebben, die heb je inmiddels. Maar dan nog is het niet zo eenvoudig, omdat je geen topvoetbalcarrière achter de rug hebt. Nee, dus je weet dat je twee keer, misschien wel drie keer beter je best moet doen om gezien te worden. Maar aan de andere kant moet je Ik wil je even onderbreken, want je werd gezien door Helmond Sport, maar toen was het ook nog lastig. Ja, tuurlijk. Ik heb 24 jaar lang een ander leven gehad met administrateur zijn in de zorg en top amateurtrainer in Nederland. En dan weet je, als je betaald voetbal ingaat, dan moet je keuzes gaan maken. En, maar ja, goed, schijnbaar maak je één keer in je leven een geweldige move. En dat is bij mij afgelopen jaar heeft dat plaatsgevonden. De ambitie won. Ik kan me voorstellen dat je financieel er misschien helemaal niet veel rijker van bent geworden. Nee, integendeel. Maar goed, je moet soms wel eens risico's nemen in het leven. En ik zou niet weten waarom ik het niet zou doen. En ik heb er tot op de dag van vandaag nog geen enkele spijt van. Ja, Thijs, een topvoetballer kan zo trainer worden. Dit is ook wel een mooi verhaal, hè? Ja, dat is een prachtig verhaal. En ja, dat hij dan nog goed doet, dat maakt het verhaal nog mooier. Maar ik vraag me dan af, je zegt ik ben er financieel niet rijker van geworden. Heb je echt een flinke veer moeten laten? Of? Ja, goed, kijk, je hebt zelf al je afkoopsom betalen volgens mij, een gedeelte. Ja, nou goed, kijk, het is natuurlijk zo dat ik heb een baan gehad als administrateur en ik was amateurtrainer in de topklasse. Ja, dat zijn twee banen. Mm-hmm. Ja, ik heb nu één baan. Ja, maar juist. Goed, dan kun je het zelf uitrekenen. Ja. Maar goed, je weet gewoon dat je soms wel eens in diepe moet springen. Maar heb je jezelf dan een aantal jaren de tijd gegeven om weer op dat niveau te komen? Of, Ja, zeker. Kijk, ik ben gewoon een type die de weg van de geleidelijkheid bewandelt. En ik heb van Helmond Sport op een geweldige manier die kans gekregen. En ik moet me daar gewoon verder doorontwikkelen. En daarom ben ik ook gewoon heel blij met mijn contractverlenging. En ik moet zorgen dat ik een betere trainer word. Mm. En dat ik van daaruit mijn stappen kan maken. Ja, voor zover ze bestaan, wat voor type trainer ben je? Nou, goed, wat is jouw kracht? Wat is het geheim van Erik Meijers als trainer? Ik denk dat ik gewoon altijd mezelf kan blijven. En, dat ik, maar ben je een groot tacticus of een motivator of een people's manager? Ik denk dat ik van alles wel iets heb. En een mensenmens is denk ik wel heel belangrijk achter mij. Want ik geloof heilig in het feit dat spelers voor een trainer het vuur uit de schenen gaan lopen. En ik moet zeggen, dat is in mijn carrière tot op heden nog iedere keer heel goed gelukt.